twee niet volgroeide onderbenen. Daarom hebben mijn ouders besloten om het te laten amputeren. En sindsdien loop ik op protheses. Ik ben daarna, zoals ieder kind, gaan zwemmen voor mijn diploma's. Nou, ik vond het zo leuk dat ik uiteindelijk ben doorgegaan met zwemmen bij een zwemvereniging. De Peperbus in Zwolle, voor mensen met een beperking. Daar train ik bij Sander Nijhuis. En uiteindelijk ben ik opgevallen door de bondscoach Mark Faber. En nu train ik 3 dagen in de week bij Mark Faber en 3 dagen in de week bij Sander Nijhuis. Dus ik lig 6 dagen per week in het water. Ik ben 15 jaar student van HAVO, dus ik zit in mijn examenjaar. Ik doe dit op het CSE in Zwolle. Dit is een school speciaal voor sporters die graag hun sport en school willen combineren. Dat houdt in dat je eigenlijk zoveel vrij krijgt voor je sport als je wil, dus dat komt goed uit. Aangezien ik ook veel moet reizen voor mijn sport, dus als ik naar Amersfoort wil om te trainen, dan moet ik een uur reizen heen en een uur weer terug. Het kost gewoon heel veel tijd en dat, op een normale school zou dat niet te combineren zijn. Wat ik ervoor moet laten is dat mijn vrienden, ja, 16 jaar, die gaan allemaal uit in het weekend. En nou ja, voor mij zit dat er niet in, maar als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt. Ik heb nu al een WK gezwommen, ik heb een EK gezwommen. Ja, en in de toekomst ga je natuurlijk voor de Spelen, dus wat je ervoor terugkrijgt is meer dan genoeg voor mij. Als ik me wil kwalificeren voor Londen, dan moet ik een limiet zwemmen en een vormbouw tonen. Voor mij wordt het heel moeilijk. Ik zit er nog heel ver vanaf. Maar aan de andere kant, ik ben heel jong. Ik denk dat ik nog veel sneller kan zwemmen. Dus ik hou alle opties open. Maar ik heb, over 5 jaar is er nog een Spelen in Rio. En ik denk dat dat voor mij een mooi doel is.